The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Goedenavond iedereen en welkom op mijn webcast. Mijn naam is Danny. Ik doe de Nederlandse ondersteuning en ik geef ook maandelijks een Nederlandse webcast over de ins en outs van VectorVest. We gaan even beginnen op de homepagina. We zitten nog altijd in een confirm call-up signaal. We zien ook dat we de color guard mildly bullish is. We zitten op 560 buys, 1200 holds en 179 sells. We gaan vandaag gaan we Unisearch doen. We gaan de strategieën pakken, conservatieve en de retirement of pensioenstrategieën nemen. Van begin van het jaar tot nu. En kijken welke het beste presteren en welke slecht presteren. Ik had ook een vraag van abonnee over portfolio. Die ga ik even beantwoorden. Dus hij vroeg als je een portfolio hier een kolom bij wilt. Hoe kunnen we dat doen? Dus dat is heel makkelijk. Rechtermuisknop op ieder welk aandeel. Maakt niet uit. U klikt op layout. En dan krijgt u hier een schermpje. Wat rechts staat, dat zijn de kolommen die we al hebben. En wat links staan, zijn de kolommen die we kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld laten we de marktkapitalisatie toevoegen. Klikken we daarop. En dan hebben we hier de marktkapitalisatie. Oké, colors. Dat is. Je kan hier de kleuren veranderen van de kolommen. En van de tekst en cijfers. Dat laten we nu gewoon laten staan. Druk op OK. Als we nu gaan kijken naar helemaal van achter, dan zien we dat nu de kolom marktkapitalisatie hier bij staat. Dus zo kan u een kolom toevoegen aan uw portfolio. Oké, dus we gaan naar Unisearch. We openen de folder conservatief. Ik ga eens even kijken. Even mijn chat open doen. Oké, dus we openen de folder conservatief. We zetten op de datum begin van het jaar. Want we gaan kijken vanaf begin van het jaar. We gaan geen rekening houden met de confirm call up en confirm call down. Gewoon buy and hold van nu tot van begin van het jaar tot en met nu. En ook geen stop loss sturen natuurlijk. Dus begin van het jaar, 2 januari. Oké, je ziet hier nu staat het op 2 januari. De datumnotering is het Amerikaans, daarmee dat het eerste maand dan de dag is. Dus 2 januari 2019. Pakken de eerste. Dus dan gaan we deze strategie uitvoeren op de dag van 2 januari. Dus welke resultaten dat we dan zouden krijgen. Dus we pakken eerst conservatief Europa. Zoekt naar aandelen. Wacht een seconde. Ja. Zoekt naar aandelen met een RV, dus een relative value onder de 1. Een relative safety van boven de 1. En een stokprijs van boven of gelijk aan 1 dollar. 50-daags gemiddelde volume moet groter of gelijk zijn dan 100.000. En de stokvolume, shares traded, moet groter zijn dan 0. Dus we gaan even zoeken. En dit zijn de resultaten die we zullen terugkrijgen op 2 januari. Als we nu een quick test doen tot nu, kunnen we kijken. En dan zien we, er zijn maar twee verliezers. En een winst van 35,92. Dus deze search doet het goed. Nu, opnieuw, hier is geen stoploss ingesteld. Dus waarschijnlijk was u hier eerder uit. Oké, gaan we deze sluiten. Laten we zien naar de volgende search. Oké, die zoekt naar aandelen met een RV groter of, kleiner of gelijk aan 1. En een relative safety groter of gelijk aan 1.
Dus even zoeken. Dus dat zijn de 10 aandelen die we op 2 januari krijgen. En laten we kijken als we een quicktest doen. Zitten we aan 37,21% en maar één verliezer. 9 winnaars. Dus ook zeer goed. Van begin van het jaar tot en nu. Dus en gewoon maar door buy en hold. Oké. Ik zie hier een e-mail van een vraag van René. Oké, hij moet op vakantie. Oké, René, fijne vakantie. Niet vergeten, u kan altijd de herhaling vanaf morgen zien op onze website. U gaat naar de universiteit en daar kan u de herhaling zien. Ik zal het straks ook nog eens even laten zien hoe u daar komt. Oké, dus we gaan sluiten. We gaan naar de volgende. Search dividend payers. Dus zoek naar aandelen. Wacht even de parameters open. Dus zoek naar aandelen die dividend uitbetaalt. En ze zijn gesorteerd op VST. De aandelen met de beste combinatie van value, safety en timing komen bovenaan aan de lijst. Dus laten we hier die search doen. Dus op 2 januari opnieuw. Dit zijn de resultaten die we zouden krijgen. Laten we die eens quick testen. En hier zien we een percent van 26,78. We zien 3 verliezers, 7 winnaars. Nokia is de grootste verliezer met 37,60%. Opnieuw, hier zit geen stoploss ingesteld. Dus die doet ook al heel goed, die strategie. Tot nu toe zijn alle conservatieve strategieën, hebben ze allemaal goede resultaten. Laten we eens kijken als we ook ene kunnen vinden met slechte resultaten. Nu, dividend place. Zoek naar een groeiratio van groter of gelijk aan 11. Dividend yield van groter of gelijk aan 3. En het moet een buy recommendation zijn. Eens even kijken. Dus je wordt gesorteerd op VST en ISG. Die komen bovenaan aan de lijst. Even kijken, de search. Opnieuw, we krijgen hier maar 7 resultaten. Laten we die eens quick testen. We zien hier een winst van 13,58. Dat is een stuk minder. Dat is wel 6 winnaars en maar 1 verliezers. En opnieuw, met de stoploss was hij waarschijnlijk niet. Was hij hier al lang uit. Oké. Dan hebben we Pale Blue Chips. Wat zoekt dat? RS, groter of gelijk aan 1,25. Dus zeer veilige aandelen. Want RS moet boven de 1,25 zijn. Groeiratio, groter of gelijk aan 10. Dividend safety, groter of gelijk aan 50. Dividend growth of dividend groei moet groter of gelijk aan 10 zijn. En dividend yield moet groter of gelijk aan 1 zijn. Laten we eens kijken. Ook hier is het gesorteerd op VST plus ISG. Met de beste die bovenaan komen. Laten we eens quick testen. Hier hebben we een winstmarge van 49,70. Zeer goed. Maar één verliezer, 12,53%. En de rest zijn allemaal winnaars. Oké. Laten we zien wat primadonnas hebben gedaan. Primadonnas, relative value onder de 1. Relative safety opnieuw boven de 1,25, dus een veilig aandeel. En dividend yield moet groter dan 0 zijn. Een quick test. Opnieuw 38,36, zeer goed resultaat. Maar 1 verliezer, 9 winnaars. De verliezer die we hebben is met 0,98, dus... Daar zouden we zelfs met een stoploss nog altijd in zitten. Dus dat is een vrij goede search. Zoals we kunnen zien, de resultaten zijn zeer goed. Steady Eddies. RS groter of gelijk aan 1,25. Dividend Pay groter dan 0.
stokprijs moet groter zijn dan $10. 50-daags gemiddelde volume moet groter zijn dan 50.000. En stokvolume moet groter zijn dan 0. Opnieuw gesorteerd op VST plus ISG. Met de beste combinatie van VST en ISG bovenaan. Oké, dus dit zijn de resultaten die we krijgen. Laten we eens quick testen. Hier zien we een winst van 19,15. We zien drie verliezers. Waarvan de grootste 12,53%. Dus ook een goede search. Even kijken. Oké. Super simpel dividends. ISG, dus de yield safety growth groter dan 1 en de groeiratio groter dan 15. Opnieuw gesorteerd VST en yield safety growth. Met de beste VST en yield safety growth bovenaan de lijst. Laten we zien. Quick test. En we zien hier een winst van 11,98. Acht winnaars en maar twee verliezers. Met de grootste verliezer 18,90. Dus tot nu toe onze conservatieve folder. Alle searches die we daarin hebben. Ik bedoel, alle strategieën die we daarin hebben. Zijn allemaal positief. Er is geen enkele negatief, een rood tussen. We hebben allemaal winst gemaakt. Als u dat van het begin van het jaar tot en met nu had gedaan, buy and hold en ook zonder stoploss. We gaan eens kijken naar de retirement, want dat is eigenlijk ook conservatief. Dat is retirement betekent pensioen. Dus even kijken. Oké. Dus de eerste is Dom Dividend Dies in Europa. Die zoekt naar stokprijs groter dan 1. 50-daags gemiddelde volume groter dan 100.000. En de dividend yield delta 13 weken. Dus dat moet in de laatste 13 weken tenminste met 10% gestegen zijn, de dividend yield. Laten we eens kijken als we weer resultaten krijgen. Oké. Laten we die quick testen. We zien hier 5 winnaars, 5 verliezers. En winst van 9,82. Is niet zo goed. Alhoewel hier met een stoploss u had waarschijnlijk veel beter gedaan. Dus met een stoploss en dan verplaatsen door andere aandelen had u het waarschijnlijk beter gedaan. Het is niet in het rood, het is 10%. Maar tegenover de andere en de conservatieve is dit de laagste, denk ik, die we tot nu toe hebben gehad. Maar dit is wel de retirement. Alle searches hier betalen ook dividenden uit. Sluiten we dan de volgende. HIVST plus ISG stocks. Dus hier, VST moet groter of gelijk aan 1 zijn. Dus value safety timing, groter of gelijk aan 1. De ISG yield safety growth, groter of gelijk aan 1. Stock RS relative safety moet groter of gelijk aan 1,25 zijn. Dus een veilige aandeel. Stock GRT of groeiratio moet groter of gelijk aan 10 zijn. En dan stock exchange gelijk aan deze. Dus als u hier kijkt, dan kan u zien. We kiezen alleen deze beurzen. Het zijn ook allemaal options. Dus, oké, eens even kijken wat de resultaten hiervan zijn. Oké. Eens even quick testen. En we zien hier 8 winnaars, 2 verliezers, winst van 29,31, grootste verliezer 12,53. Opnieuw HOPE.PA. Ook deze strategie heeft het goed gedaan. Even kijken naar de long-term winners. Dus die gaat automatisch op RS sorteren. Dus met de hoogste RS komen bovenaan. Dus aandelen met de hoogste RS komen bovenaan. En dan de stokprijs moet groter of gelijk aan 0 zijn. Dus dit is eigenlijk puur op RS. Hoogste RS.
Dus de aandelen met de 10 hoogste RS op 2 januari. Dus laten we zien hoe die het hebben gedaan. We zien hier een winst 25,33. Grootste verliezer opnieuw 12,53 HOPE.PA. 7 winnaars en 3 verliezers. Dus ook deze zoek search heeft het goed gedaan. Premier Groutstocks. Stok, dus marktkapitalisatie moet groter of gelijk aan 15.000 zijn. Groeiratio moet groter of gelijk aan 14 zijn. Prijs moet groter of gelijk aan 1 zijn. En de 50-daags gemiddelde volume moet groter of gelijk aan 100.000 zijn. Laten we even eens kijken. Oké, laten we even een quicktest doen. 7 winnaars, 3 verliezers. Winst van 11,67. Sorry, 76. Grootste verliezer Nokia, 37,60%. Opnieuw, hier met de stoploss was hij waarschijnlijk al uit. Opnieuw hoop.pa en wdi.de met 9,60. Dus tot nu toe hebben al onze conservatieve strategie nog geen enkele van hun verliezen gemaakt. Allemaal winstgevend. Worry-free winners. Stokprijs groter of gelijk aan 1. 50-daags gemiddelde volume moet groter of gelijk aan 100.000 zijn. Stock exchange moet niet gelijk aan deze zijn. Dus eens even kijken wat daartussen staat. Dus Euronext, Amsterdam, Brussel, Milaan. Dus niet gelijk aan deze stocks. Deze beurzen, sorry. De stokprijs moet groter zijn dan de 50-daags gemiddelde. En de stokprijs moet ook de 50-daagse gemiddelde stokprijs moet ook groter zijn dan de 150-daagse gemiddelde stokprijs. En de stokprijs moet ook kleiner zijn dan 100 dollar. Dus even kijken. Krijgen we maar 6 resultaten. Even testen, quick testen. We zien hier een winst van 11,83. Grootste verliezer. Dat is maar één verliezer eigenlijk. Dat is Colruyt. 22,51%. Oké, dus dat waren al onze conservatieve searches. Van begin van het jaar tot nu. En hoe die hebben gepresteerd. Laten we onze special searches eens bekijken. Ik heb deze map al eens besproken, maar ik wil deze opnieuw bespreken en we gaan. Laten we eens kijken naar Best Biggies. VST moet groter of gelijk aan 1 zijn. Groeiratio groter dan 0. Earnings per share groter dan 0. Stocksector moet gelijk zijn aan de hoogste 5 sectoren in de laatste 4 weken door de VST te bekijken. De stock recommendation moet ook gelijk zijn aan buy, dus het moet een buy signaal hebben. Even kijken, begin van het jaar. Opnieuw, hier is de datum. Als u hierop klikt, dus als u hier de datum kiest, dan begint u te zoeken vanaf die datum. Dus dan moet u, als u hetzelfde wilt doen, thuis nakijken, zorg dat u dat op het begin van het jaar zet. Als u vanaf dan wilt kijken, of van de gewenste datum. Met het quick test, het zijn maar twee aandelen. Twee resultaten die we kregen hier. Maar we zien winst van 54,56%. Zeer goed. Dus aan allebei winnaars. Laten we eens kijken, Ballistic New Highs. De eerste die we hebben. Stokprijs moet de laatste 52 weken een nieuw high zijn. We nemen altijd de end-of-the-week data en stokprijs moet ook groter zijn dan 0. Dus even kijken welke resultaten dat ze van krijgen. Oké, hier hebben we al veel meer resultaten.
Laten we dat quick testen. En we zien hier, die doet het niet zo goed, 0,42. Twee verliezers, acht winnaars. Dus even sluiten, kijken wat ballistic nu high is. Oké, die zoekt naar aandelen die gesorteerd zijn door de sluitingsprijs, te delen door de stopprijs. En ook die een 52-weekse hoogte en prijs markeren. Big Gorillas, laten we die eens kijken. Dus 50-daags volume moet groot of gelijk zijn aan 250, of was het 2,5 miljoen. En de recommendation mag niet gelijk aan het sell zijn. Dus dat zijn eigenlijk aandelen met een zeer hoge 50-daags gemiddelde volume. Dus even kijken. We zien hier 10 winnaars, 0 verliezers. 22,3% winst. Dus zeer goede search. We zien hier, we zoeken naar aandelen die een buy of een hold signaal hebben. En dan moeten een gemiddelde volume van minstens 2,5 miljoen. 50-daags volume van minstens 2,5 miljoen. En de aandelen zijn gesorteerd zodat de hoogste VST-aandelen bovenaan komen. Laten we zien Buffett stocks. Dus die gaat hier zoeken naar aandelen die een buy signaal hebben en een hoge RS. En ook een RV, bovengemiddelde RV hebben. Dus zodat er kans is op... op price appreciation. De aandelen zijn gesorteerd op RS, gedeeld door RT, dus timing. Dus de veiligste aandelen zullen bovenaan de lijst komen. We zien hier de RV moet groter of gelijk aan 1,25 zijn. Dus de value wordt hier echt op value en op RS gefocust. En het moet een buy signaal hebben. En op die dag hadden we geen resultaten. Dus op 2 januari hadden we met deze search geen resultaten. Wat kunnen we nog doen? Cashcos. Dus cashcos moet... Dus de aandeel procent, een prijsverandering moet groter of gelijk aan 0% zijn. Dus je moet een prijsverandering hebben. De stock recommendation mag geen sell zijn. Dus alleen buy aandeel met een buy en een hold signaal. Earnings yield moet groter of gelijk aan 1 zijn. Groeiratio moet groter of gelijk aan 28 zijn. Een stock groeiratio moet ook groter of gelijk aan 17 zijn. Dus eigenlijk tussen de groeiratio moet tussen de 17 en 28 zitten. Dus even kijken. 50-daags gemiddelde volume moet groter dan 100.000 zijn. Prijs moet minder dan $15 of 15 euro, sorry. En de stockprijs moet groter of gelijk aan 5 zijn. Dus tussen de 5 en 15 euro. Dus de stockprijs moet tussen de 5 en 15 euro zijn. En dan de stockvolume, shares traded, moet... groter of gelijk zijn aan de aan een gemiddelde volume. We gaan de searches even uitvoeren. En daar hadden we ook geen resultaten van. De search is misschien iets te ingewikkeld. Dus even kijken als we op 3 januari resultaten hadden. Op 3 januari hadden we wel resultaten. We hebben 3 aandelen. Laten we die eens quick testen. En we zien een winst van 45,06%. Geen verliezers. Zoals u ziet, ik blijf searches één bij één doen. Ik sla geen over. En alle searches met een buy and hold van begin van het jaar tot nu, de
presteren zeer goed. Deze strategieën die worden in Amerika gebruikt. En soms als een van onze company een goed, betere strategie heeft of een strategie heeft die goed werkt, dan kunnen we die ook toevoegen. We gaan ook comfort on the move. Hier zoeken we naar VST groter dan 0,01. Stokprijs groter dan 1. 50-daags gemiddelde volume moet minimum 50.000 zijn. En de stoksector mag niet gelijk aan ETF zijn. Dus kijken wat dit gaat doen. Het is wel een zeer lage VST. 32,88, 7 winnaars, maar 3 verliezers. Grootste verliezer is ja, weer Colruyt. Maar opnieuw winst. Follow the money. Zoek naar aandelen met een buy signaal. Moet een hoge groeiratio hebben. De VST, dus de value safety timing, en de RT, de relative timing, moeten boven gemiddeld zijn. En de aandelen zijn gesorteerd met de beste combinatie van safety, groei, prijs en momentum. En price earning. Oké, dus groeiratio groter of gelijk aan 20. VST groter of gelijk aan 1. RT groter of gelijk aan 1. Recommendation moet een buy zijn. Dus alleen aandelen met een buy signaal. Geen hold of sell signaal. 50.000 volume groter of gelijk aan 50.000. De share strijd moet groter zijn dan 0, dus de verhandelde aandelen. En de prijs moet groter zijn dan 1 euro. Laten we eens even kijken. Quick test. We zien hier een winst van 20,90. Er zijn maar 2 verliezers. En 8 winnaars. Grootste verliezer 45,86%. Opnieuw stop loss. Op allebei had u zeker een beter resultaat gegeven. Dus even sluiten. En zo kan ik gewoon de lijst blijven aangaan. Ik ga eens kijken als de 5G daar nog in zit. Eens kijken. Ik had in de vorige video ook de 5G laten zien, maar die staan daar niet meer in, denk ik. Laten we deze anders proberen. Hot stocks en hot industry groep. Dus goede aandelen en goede industrieën. Dus die zoekt naar de VST-aandelen in de 20 snelst groeiende industrieën. We zien hier de prijs groter dan 1. 50-daags volume groter of gelijk aan 50.000. Stokindustriegroep gelijk aan de top 20. Top 20 RT, dus met relative timing. Dus de timing geeft momentum aan en je gaat kiezen naar de top 20 met RT. Zo wordt de industriegroep gekozen. De shares traded, verhandelde aandelen, is groter dan 0. Het is ook gesorteerd op VST. Hier is eigenlijk waar je kan instellen hoe je search moet gesorteerd zijn. We zien hier is gesorteerd op VST. Dus dit zijn de resultaten. Hier is opnieuw Nokia. Dus even kijken. Oh, die doet het zeer slecht. Dit is de eerste die het slecht doet. 18,31. 4 winnaars, 6 verliezers. Dus deze search heeft het niet goed gedaan. Welke gaan we nog kijken? Laten we eens Jailbreak 2 zien. Jailbreak 2. Stokprijs groter of gelijk aan 1.
50-daags gemiddelde moet groter of gelijk aan 100.000 zijn. Het wordt gesorteerd op hoogste VST gedeeld door RT, dus timing. Dit zijn de resultaten op 3 januari. We zien hier 4 winnaars en 6 verliezers. We hebben wel een winst van 18,75, maar we zien hier zijn veel verliezers. Maar nu, dit is Jailbreaks. Dus die zoekt eigenlijk naar aandelen die net van de bodem uitkomen. Dus dat is meer een short-term strategie of korte termijn strategie dan een langtermijn strategie. Southern Comfort Europe. Dat is... Zoek naar aandelen met een prijs boven de 1 en onder de 5. Dus tussen de 1 en 5 euro. Een 50-daags volume van een grote verlenging van 50.000. En de stop moet bij de top 50 VST zijn. Het wordt gesorteerd op CI, dus op de Comfort Index. Even kijken. Dit zijn de resultaten. Laten we die quick testen. We zien hier ook 0,80 een negatief. 5 winnaars en 3 verliezers. Hier de grootste verliezer, Nokia. Even kijken als ik nog. Als we nu VST Giants pakken. Dus die zoeken naar aandelen met een buy signaal, een positieve groeiratio. Die zoekt ook naar de beste combinatie van VST, PE, safety en gemiddelde volume. We zien hier, het is gesorteerd op VST, maal PE, maal gemiddelde volume, average volume, maal RS. Moet een buy zijn, dus stock recommendation gelijk aan buy. Groeiratio moet groter dan 0 zijn. Ik ben een beetje over mijn tijd, maar... Oké, dus dit zijn de resultaten. Laten we deze quick testen. En we zien een winst van 26,03, 9 winnaars en maar 1 verliezer. Oké, ik ga moeten afronden. Ik ga wel eerst nog laten zien. Dus niet vergeten onze live evenementen, de workshops van Tom. Er is nog 1 op 30 november in Eemnes in Nederland. En dan is het in België. En dan 7 december terug in Eindhoven. En de laatste op 9 december in Wondelgem. Als u wilt kijken... Sorry. Als u wilt kijken waar de universiteit is, dus de herhaling morgen wilt kijken, dan gaat u naar hier, universiteit. U logt in met uw vectorvest. Oeps, verkeerd. U logt in met uw vectorvest. Loggen. En dan komt u hier. Nu ziet u de laatste journaal van Tom staat hierop. Maar vanaf morgen staat ook de workshop van... De webcast van vandaag daarop. Ik wil u nog allemaal bedanken om te luisteren naar mijn webcast. Binnenkort gaan we ook een nieuwe website hebben. Die gaat zeker op einde van de maand er zijn. En dat gaat veel meer overzichtelijker zijn. En voor de rest, ik hoop dat ik u iets heb bijgebracht. En ik hoop dat ik u volgende keer opnieuw mag verwachten. Fijne avond nog. Dag.